Goedemorgen, daar ben ik weer, zijn we weer. Deze keer met een nieuwe instructieles voor het rekenen van groep 4. Deze week zijn jullie al bezig geweest, of hebben jullie al gehoord en geleerd over hoe je verschillende aanzichten van verschillende kanten van bouwsels kunt bekijken. Begin van de week al het filmpje van de juffen gezien over hoe we dat deden. Hoe je een vooraanzicht hebt en een zijaanzicht en een bovenaanzicht bijvoorbeeld. En vandaag gaan we leren hoe we dat bij blokkenbouwsel kunnen zien. Hoe we daar de verschillende aanzichten bij kunnen bekijken. Want bij een blokkenbouwsel kan het natuurlijk weer heel anders zijn als dat je een voorwerp in de kring hebt staan die je van verschillende kanten bekijkt. Daarvoor gaan we even naar de les van vandaag. Ja, ik wil hem met cursor. Blok 11, les 3. En daarin zien we. Nee, dat is niet de goede. Op 4. Eventjes groot maken. Blok 11, les 3. En dan gaan we opgaan. En ja, ik heb toch wel gewoon boeken moeten hebben. Nee. Oh ja. Ik moet natuurlijk niet opgave 1 hebben. Want dit is het eerste doel. Ik moet opgave 3 hebben. Nou, het duurde even, maar ik ben er. Nou, eens even kijken. Hey, deze zul je misschien wel eens vaker met de juffen gezien hebben. Daar kunnen we ook wel eens eventjes een stukje van bekijken. Misschien kan ik daar nog een beetje bij vertellen wat er mee aan de hand is. Een aanzicht van een glijbaan. Waar stond de fotograaf toen hij deze foto maakte? Staan de kip. Een goede plaats. En hoe ziet het bij deze foto? Als je goed kijkt, kun je zien waar de foto is gemaakt. Als je ergens anders gaat staan, dan ziet zo'n glijbaan er steeds anders uit. Sommige dingen kun je op de ene plaats niet zien, en als je ergens anders staat, wel. Kun je daar ook voorbeelden mee bedenken bij jou in de klas? Dat zag er gezellig uit. Nou, hier hebben ze dus inderdaad de bouwsels eigenlijk meer dingen in de ruimte bekeken en dan vanaf verschillende kanten gefotografeerd, zodat je verschillende aanzichten hebt. Maar vandaag zouden we het gaan hebben over de blokken bouwsels, dus dan gaan we ook lekker heen. We gaan bouwsel 1 lezen. Ik heb de cursor wat groter gemaakt, dus bouwsel 1 gaan we eens even bekijken. Dat doen ze hier ook, zien we bouwsel 1. De bedoeling van de opdracht is dat je de verschillende aanzichten erbij gaat zoeken. Zullen we het zometeen nog wel eventjes over hebben, maar ik ga eerst een paar vragen stellen over bouwsel 1. Weten jullie nog dat wij vorige week, nee die week daarvoor alweer, dat spelletje hebben gedaan met goed of fout en iets roods en iets groens. Rood was fout en groen was goed.
Ik wil graag vragen of je nu weer even iets roods en iets groens wil pakken. Het kunnen dezelfde dingen zijn als de vorige keer, maar je mag ook iets anders gebruiken. Want we gaan weer een spelletje spelen met goed of fout. Nou, zet hem even op pauze. Als je nog niks hebt. In de weektaak stond het ook al wel beschreven dat je het nodig had voordat je het filmpje ging bekijken. Dus misschien heb je het al wel liggen. Heb je het nog niet, zet je hem even op pauze. Maar ondertussen gaan we wel gewoon door hier. Nou, puzzel 1 gingen we bekijken. Ik stel een vraag en die vraag is goed of fout. Nou, als die goed is, dan steek je je groene kaartje omhoog. En als die fout is, dan doe je je rode kaartje. De hoogste stapel in dit puzzel, de hoogste stapel, is 4 blokjes hoog. Is dat goed of is dat fout? Nou, ik ga eens even kijken. Hè. De hoogste stapel, dat is deze stapel. 1, 2, 3, 4 blokjes. Dus dat klopt. Dus je had je groene kaartje omhoog moeten hebben. Dat is goed. Als je dit bouwsel van bovenaf gaat bekijken, dus het aanzicht van bovenaf, dan zie je 4 blokjes. Dan zie je 4 blokjes. Dus toch even bedenken hoe het er van boven uitziet. Boven. Zie je dan 4 blokjes. Nou, dat is ook goed, want als ik hier rechts, hè, ik zei het net al, we komen er nog op terug, de plattegrond van bovenaf ga bekijken, dan zie ik inderdaad deze 4 blokjes. Dit is namelijk dat stapeltje van 4. Dan heb ik een stapeltje van 1 ernaast. Daarachter ook een stapeltje van 1. En dan daarnaast weer een stapeltje van 2. Dus dat was ook goed. Dus je had ook je groene kaartje weer omhoog moeten hebben. Je groene dingetje. Het puzzel bestaat uit 7 blokjes. Het puzzel bestaat uit 7 blokjes. Nou, het is een beetje een foppertje. Hè? Want eentje zie je er niet. Zullen we ze eens tellen? Dit waren er, dat wisten we al, hè? 4. Nou, gaan we vanaf daar verder met deze. 5, 6, 7. Maar onder deze, daar zit er natuurlijk ook nog één. Want anders dan kan die niet op het tweede rijtje zitten. Dus 8 moeten het er zijn. Dus niet 7. Nee, dus het was fout. Dus je had het rode dingetje moeten laten zien. Nou, hoe ging dat? Was dat een beetje gelukt? Telden jullie ze alle 3 goed? Misschien eentje fout, dat geeft niets. We gaan nog eens nog een keer proberen, maar nu gaan we naar puzzel 2. Dus dat is deze. Ook daar ga ik vragen over stellen. Als ik rechts van voren kijk naar dit bouwsel. Dus met mijn camera hier recht voor sta. Dan zie ik deze achterste 2 blokjes niet. Is dat goed of is dat fout? Dus als ik hier recht voor sta. Nu staat hij er iets schuin voor. Maar als ik er recht voor sta. Dan zie je hem inderdaad niet. Dan zie je ze niet. Nee, dus dat klopte inderdaad wat ik zei. Dus dat was goed, dat was groen. Want het vooraanzicht, die kun je hier ook zien. G, die hoort bij deze. En H, die hoort bij deze. En ik zie als ik bij H kijk, ook die achterste 2 blokjes niet. En dit is het vooraanzicht. Nou, van de bovenaanzichten hadden we het net al gezien. Hè? Want deze hoorden bij dit blokkenbouwsel. Dus als ik van boven kijk, dan zie ik deze.
Dus wij gaan eens eventjes kijken naar de zijaanzichten van links en van rechts. Als ik dit blokkenbouwsel bekijk vanaf rechts. Dus dit is rechts. Ik zet hier mijn camera neer en ik kijk die kant op. Dan zie ik afbeelding B. Dan zie ik afbeelding B. Is dat goed of is dat fout? Eigenlijk zie je deze kantjes allemaal. Hè, met dat licht roze een beetje. Deze kantjes. En dat zijn er 1, 2, 3 hoog. 1, 2, 3, 4 hoog. Dus het is niet goed. Nee, het had het rode dingetje moeten zijn wat je omhoog hield. Want het moeten er 3 hoog zijn. Hé, hey. En 2 ernaast. Dus A had erbij gehoord, niet B. Dus dat was fout. Dit blokkenbouwsel telt 8 blokjes. Is dat goed of is dat fout? Laat maar zien. Groen of rood? 8 blokjes. Nou, misschien heb je ondertussen geteld. En had je inderdaad het groene kaartje omhoog gehouden, denk ik. Want dat zijn er inderdaad 8. 1, 2, 3, 4. En dan heb ik hier nog 2. Is 6. En daarachter ook nog 2. Dat is 8. Nou, goed gedaan. Dit was het spelletje om eventjes met elkaar lekker te spelen zo. En even weer wat meer te leren over die zijaanzichten. We hebben het nu gehad over de zijaanzichten. Die staan hierboven. Welke horen waarbij? We hebben het gehad over de bovenaanzichten. En we hebben het gehad over de vooraanzichten. Dan heb ik nog een opdracht voor jullie. En daarvoor moet ik naar opdracht 4. Kijk, ik zal zorgen dat hij even helemaal in beeld komt te staan. Even kijken of dat lukt. Zo, ja, zo lukt het. Want wat je gaat doen is zometeen, als ik klaar ben met praten en uitleggen, ga je hem op pauze zetten. En dan laat je hem op dit beeld staan. Deze opdracht ga je even thuis maken. Op een blaadje, wit blaadje, maakt niet uit waar je het op maakt. Maar je gaat de opdracht maken. Je ziet hier een heel mooi gebouw, een blokkenbouwsel. Hè, van 3 rode blokken op elkaar en een groene. Hier zitten 2 gele en hierboven steekt 1 blauwe nog uit. Dus dan weet ik eigenlijk, ik ga niet te veel verklappen, maar dan weet ik eigenlijk ook al wel hoeveel er daar nog onder zitten. En ik heb zelfs 7 camera's. Dat zijn er aardig wat. Ik wil van jullie weten welke camera welk aanzicht is. Dus je kunt het tabelletje maken. Maar je mag ook op een blad even schrijven. 1 is, 2 is, 3 is. En dan schrijf je dat zo even onder elkaar. Wat jij wilt en wat jij fijn vindt. Nou, dan ga je naar 1 kijken. En dan ga je kijken, hé, die kijkt er vanaf die kant op. Dus ik weet, die ziet het groene blokje vooraan. Ik weet, die ziet die blauwe blokken ook. Maar hier staat er ook nog één, hè? Nummertje 7. Dus je moet wel goed kijken of het nou een beetje schuin is of niet. Hè? En hoe dat er dan precies uit komt te zien. Zit hij er recht of kijkt hij er vanaf schuin op? En deze. Ja? Nou, ga de opdracht maar proberen te maken. Lukt het niet? Misschien is er iemand thuis die je wel daarmee wil helpen. Je kan er ook altijd even een foto van maken en naar je juffen doorsturen als je dat wil. Maar zet hem hierna op pauze, zodat je dit beeld in ieder geval op de computer of op je iPad laat staan. Zodat je hem even nog kunt maken en ook nog even goed kunt kijken. Succes, zet hem op en tot gauw weer.